Dit programma is mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. Vandaag in Booming Brabant. Edward Vonke van KMWE over de hypermoderne Brainport Industries Campus. Dirk Huiskes van Huiskes Metaal over hoe hij geld verdient aan jouw oude mobieltje en tandenborstel. Esther van Rijswijk is vandaag mijn compagnon aan tafel. We zijn er weer. En hoe? Dit is Booming Brabant. Leuk dat je weer kijkt naar Booming Brabant, het programma over het nieuwe ondernemen in Brabant, met vandaag. Weggooien is zonde. Het recyclen van een mobieltje boort een nieuwe markt aan. We nemen een kijkje in het walhalla van de maakindustrie, want de Brainport Industries Campus is bijna een feit. De populier die moet weer sexy worden en dat kan door er design van te maken. En we duiken in de futuristische wereld van het autorijden. Samen delen is de toekomst. En mijn compagnon van vandaag is Esther van Rijswijk, economiejournalist. Fijn dat je er weer bent. Ja, ik vind het ook leuk. Je hebt meteen weer natuurlijk nieuws uitgekozen wat zeker in jouw straatje past. En eigenlijk in iedereen zijn straatje tegenwoordig. Ja. De Dow Jones die bereikt 20.000 punten op naar de 100.000. Ja, we zaten al een tijdje op te wachten, maar hij is er doorheen, door de 20.000 punten grens. En we hebben Trump nu bijna een week. Hè. Morgen zit hij er een week. En vooral in Nederland is dat het ene verbazingwekkende nieuws na het andere. En veel negatief nieuws. Hè. Heel veel mensen zijn er heel boos over. Maar de beurs is wild enthousiast sinds de goede man gekozen die is. Die gaat als een trein. Ja, en dat zijn toch wel twee hele tegengestelde werelden. Maar wat denk jij, is die 100.000 die hier nog genoemd wordt, is dat mogelijk? Gaan we dat halen? Die 100.000 punten grens. Ah, wel, ja, het kan, doe is gek. De discussie over of beurzen de prijzen goed weergeven en of dat de echte waarde van... Dat is een hele lange... Uiteindelijk hebben beurzen altijd gelijk, hè? Want failliete bedrijven die verdwijnen. En vroeg of laat passen koersen zich altijd aan. En daar wordt op gehandeld. Ja, en iedereen is nu aan het zoeken wat gaat dit worden. Maar beleggers, in Amerika vooral, zijn hoopvol. Mooi. Dan, ons nieuws. Ja, dat hebben jullie wellicht ook meegekregen. Personeel van ASML die krijgt 2 maandsalarissen extra. Bovenop de 13e maand. Ja, ASML heeft 1,5 miljard pure winst gemaakt in 2016. En daarvan werd 90 miljoen euro uitgetrokken voor de winstuitkering. Wat vind je ervan, Edward? Nou, als het ASML goed gaat, dan gaat het ons ook goed. Dus, ja, dat zo werkt het een beetje, hè? Ja, nou, oké. Als toeleverancier, ook wij gaan een bonus doen. Helaas is die niet zo hoog als de bonus die bij ASML uitgekeerd wordt. Maar als het bedrijf goed gaat, vind ik dat ook de mensen daarin mee mogen profiteren. Ja. Esther? Het is gegund, ja, absoluut. Wat ik altijd in Nederland interessant vind, is dat die hele technologiewereld, die is heel internationaal. Dus Nederland moet concurreren met China en met andere landen. Ja. En daardoor zijn vaak de salarissen juist laag in de wereld. Verbazingwekkend laag voor een krappe markt. Dus dat moet je deels, maar ASML is hoge technologie, dus dat is weer een ander verhaal. Die moet je het wel lekker met bonussen en zo. Ik heb heel veel vrienden bij ASML werken. Wellicht krijg ik binnenkort een etentje. Ben je het er ook mee eens? Van harte gegund? Ja, het is een prachtig bedrijf. Ja. Dus het is van harte gegund, ja. Nou, mooi dat we er allemaal zo over denken. Innovatie dan. Ja, ontwikkeld om te worden gedeeld. Dat is de nieuwe auto van Amber Mobility. Binnen 5 minuten ben je bij je auto en je kunt er weer achterlaten waar je maar wilt. Is dit nou de toekomst van het autorijden en hoe lang duurt dat dan nog? Wij zijn Amber Mobility, een innovatief bedrijf uit Eindhoven dat autobezit overbodig wil maken. En dat doen wij door de uitrol van het Guaranteed Mobility programma. Oftewel, het maakt niet uit waar je bent, het maakt niet uit hoe laat het is. Met 1 druk op de knop van onze app garanderen wij dat er altijd binnen loopafstand een auto voor jou aanwezig is. Once you're in my car. Dus wat je eigenlijk hebt bij een normale auto, als je een auto bezit, dan pak je een sleutel, dan stap je in, de auto staat voor de deur en dan rij je weg. En zo simpel willen wij het ook maken. Je kan die auto kun je laten staan waar je wil. En op het moment dat je weer mobiliteit nodig hebt op de terugweg, dan kun je dus ook een heel andere auto pakken. Een auto die op dat moment weer ideaal is voor jouw rit. De auto achter mij is nog niet zozeer heel erg innovatief. Dat is een conceptcar. Die is nu nog gemaakt van piepschuim. Maar wat er echt heel erg innovatief gaat zijn aan de auto die wij hierna gaan bouwen, dus de auto waar je wel in kan stappen en weg kan rijden, is dat hij dus speciaal gemaakt is om te delen.
So high. Ik vind auto's zelf vind ik geweldig, vooral autorijden natuurlijk ook. Het is gewoon het gaan en staan waar je wil. Maar autobezit biedt niet alleen maar die vrijheid, maar heeft ook een heel aantal nadelen. Dus je hebt bijvoorbeeld ook het onderhoud dat je in moet plannen. Je zit de hele tijd vast aan die ene auto. Het parkeren is duur in de binnenstad, noem het allemaal maar op. En dat zijn ook dingen, we kunnen met Amber Mobility kunnen we die vrijheid bieden met veel minder nadelen. Stick it so long, you should get in my car. Shut all the doors. De toekomst van de automotive, de toekomst van mobiliteit, is niet zozeer alleen maar een hele zuinige auto. Je moet ook veel efficiënter omgaan met de auto's die je hebt. Auto's staan gemiddeld 23 uur per dag stil en dat is eigenlijk zonde. We zijn momenteel met ABN AMRO ook in gesprek om te kijken of we de zakelijke mobiliteit ook kunnen verzorgen. Wat we gaan doen is we gaan starten met bestaande elektrische auto's, dus de BMW i3's. En op het moment dat onze eigen auto klaar is, dan vervangen we de BMW i3's door onze eigen auto en dan gaat het vliegen. We hebben heel veel validatie gedaan de afgelopen maanden, dus wij zijn er zelf nu ook van overtuigd dat het kan. Wat we nu nog nodig hebben is een kapitaalinjectie. Alleen het is natuurlijk risicovol, want het bouwen van een eigen auto, dat doe je niet zomaar. Zeker de stap naar massaproductie toe en dergelijke, daar zit nog wel risico in. Dus we merken dat we veel overtuigingskracht nodig hebben om dit daadwerkelijk gefinancierd te krijgen. Maar we merken ook dat mensen ervoor openstaan. En de verwachting is dat eind 2019, begin 2020, dat de eerste auto's daadwerkelijk uit de Nederlandse autofabriek rollen. Wij zouden Amberen heel graag als werkwoord willen zien. Ik amber nu naar mijn werk of iets dergelijks. Dat zou wel gaaf zijn. Ja, Esther, zou jij een potje willen amberen? Ja, weet je, ik ben mijn cynische journalistengeest begin nu toch van alles te roepen. Van, we hadden ooit een wit fietsenplan in de jaren, dat is niet gelukt. Ik snap wel dat dit werkt als er heel veel auto's van zijn. Hoe gaan die auto's dan terug naar zijn plek? Die blijft staan, hè? Je kunt er overal eentje pakken. Ja. Ja. En wij zien toch allemaal vrezen dan dat ophoopt op één plek. Maar daar hebben ze allemaal vast over nagedacht. En ik hoor van mijn buurman, die heel veel uit China weet, dat ze daar deelfietsen hebben en zo. Dus het kan. Ja. Het kan allemaal delen. Ja. En we gaan naar die deeleconomie toe. Hè. Bezit wil niemand meer. Waarom in China heb je vooral die steden die eigenlijk helemaal vol lopen met verkeer. Omdat er zoveel mensen wonen. Ja. En die willen die auto's de stad uit hebben. En zie je steeds meer die OV-fiets die wij in Nederland hebben ook daar verschijnen. Ja, dat is ook een idee. Dat is een ongekend succes. Al is dat natuurlijk het doel van Amber Mobility ook. Hebben zoveel mogelijk auto's eruit. Geen eigen auto meer, maar met z'n allen een deelauto. In Nederland is een iets mindere stedelijke omgeving. Wie weet de toekomst. Ja, nou, we nemen nog een duik in die toekomst. Met de Brainport Industries Campus, oftewel de BIC. Het moet het Walhalla van de maakindustrie worden. En als het goed is, dan zit over 10 jaar het neusje van de zalm van de high-tech bedrijven aan de rand van Eindhoven. Edward Vonke, je bent CEO van KMWE. Het eerste bedrijf dat eind 2017 plaats gaat nemen op de campus. En daarnaast ben je ook nog voorzitter van Brainport Industries. Maar laten we eerst even beginnen over KMWE. Klein mechanische werkplaats Eindhoven. Zo is het ooit begonnen. Zo is het begonnen. Eén werkplaats, één vreesbank. Letterlijk in de schuur in de achtertuin van de oprichter van het bedrijf. Maar zo klein is het helemaal niet meer, hè? Nee, ondertussen niet meer. Ondertussen zijn wij gegroeid naar een bedrijf met bijna 500 medewerkers en bijna 85 miljoen euro omzet. Absoluut, We hopen volgend jaar de 100 miljoen euro grens te doorbreken. Ja, en in samenwerking met de ASML, nou dan gaat het nou toch goed bij jullie, hè? Als het wel goed gaat, dan gaat het bij ons ook goed. Zeker weten. Ja. Jullie gaan verhuizen naar de Brainport Industries Campus. Klopt. Waarom? Nou kijk, de maakindustrie heeft ook een tijdje te kampen gehad met imago. Dus hoe krijg je nou ook dat die maak- en toeleverindustrie eigenlijk een plekje krijgt? Nou, we hebben in Eindhoven een mooi voorbeeld van de high-tech campus. Mm-hmm. Dat is wereldwijd een icoon als het gaat over nieuwe producten ontwikkelen. En eigenlijk hadden wij een droom van zoiets willen wij ook voor de maakindustrie. Hoe wordt er tegenaan gekeken? Beetje vieze... Nou ja, kijk, vaak als we met nieuwe ideeën komen, zijn er heel veel mensen die zeggen dat het niet kan of niet gaat werken. Dus er moet altijd iemand zijn die laat zien dat het werkt, ook in dit geval. Maar toch ook het maakindustrie zelf, vieze mensen, altijd vol met smeren. Vieze mensen met de handen in de smeer. Ik zeg het zo niet goed, maar je snapt wat ik bedoel, denk ik. Dat is helaas het hardnekkige imago wat er blijkbaar is. Dus daarom willen wij graag naar buiten. Het moet open zijn, transparant, toegankelijk voor mensen. Schoon. Het is dus allang niet meer dat beeld wat je hebt. Dus we zitten in schone omgevingen met...
high-tech machines en daar krijg je echt geen vieze handen van. Nee, en, dus wat dat betreft is dat een mooi voorbeeld om aan dat imago te gaan werken. Nou, maar kijk, als je dit toch ziet. Ik zet er een mooi plaatje bij hier op de tafel. Dit is toch het beeld van die nieuwe, mooie, ogende campus. Ja. Nou, kijk, de wat gaat er allemaal gebeuren hier? Nou, het uitgangspunt enerzijds was dat het dus een fabriek is die aan alle eisen doet als het gaat over milieu, over recycling, over energiegebruik. En dat in een groene omgeving is. Hè. Ja. Dus om af te komen van het imago, de zware industrie. Nee, dit is deel van het groen. Een deel in een omgeving die motiverend is om onze medewerkers om daar te komen werken. En die ook als een soort icoon. Ik zeg maar vroeger, het Evoluon was een icoon voor de techniek. Nou, zoiets willen we hier ook gaan realiseren. Maar heel even nog, waarom heb je dat nodig? Omdat er niemand meer in de maakindustrie wilde werken? Of omdat mensen die er verder toch niks mee te maken hebben, denken dat het vies is? Nou, we hebben nog steeds moeite om goed opgeleide mensen precies, te krijgen. Dus, het is dus enerzijds is het ook aantrekkelijk zijn voor mensen om er een leven lang te werken. Hè? Dus niet alleen even komen, maar ook een hele ook carrière mee te maken. En dat we ook ons promoten wat we allemaal doen. Hè? Maar waarom wil je je promoten? Omdat enerzijds het onbekend is voor mensen wat er allemaal gebeurt. Dus om ook medewerkers te werven voor ons te werken. Dus het is vooral voor maar die arbeidsmarkt. Naar de buitenwereld, naar klanten. Kijk, als je heel veel snippert zit met allemaal toch redelijk oude gebouwen, dan straal je niet echt dat high-tech uit. Terwijl wat er achter die muren zit, enorm high-tech is. En de grap is natuurlijk dat je heel veel kennis ook gaat delen. Je gaat ook ruimtes gezamenlijk gebruiken. Er komen heel wat bedrijven te zitten. Maar dan zit je daar met een stel concurrenten. Dat was een van de bezwaren die gezegd is. Maar wat net ook in de auto aangegeven was, het nieuwe samenwerken is ook dingen durven delen en kunnen delen. Anderzijds zijn de ontwikkelingen zo snel en hebben die zo'n impact in je investering dat je niet alles alleen kan. Nee. Dus wil je mee blijven lopen en mee voorop willen lopen, zul je dingen samen moeten doen. Zeker. Maar welke bedrijven zie je dan graag terug in die campus? Of welke zijn er al vastgelegd? Nou, wat wij willen doen is eigenlijk die hele keten die toelevert aan de high-tech machinebouw en aan de luchtvaart. Dus echt van materiaal tot aan het gereed product. Alle partijen die daar iets in betekenen en daar ook in voorop lopen, die willen we graag op die campus hebben. Ja. En dat is dus heel breed. Maar zijn er al bedrijven waar je van weet dat die ook al komen naast jullie? Nou, de tweede die is gisteren bekendgemaakt, dat is een logistieke partner, dat is Biesheuvel. Ik heb gezien dat er ongeveer 30 partijen nu op de lijst staan. En zodra die getekend hebben, zal het bekendgemaakt worden. Dus de interesse is, en animo is flink. De animo is groot. Ja. En wanneer is die campus compleet? Nou ja, dus nu gaat het over de eerste twee fases. Hè. Dat gaat over toch de helft is zo'n 100 hectare wat ontwikkeld wordt. Mm-hmm. En bij succes komt er nog een tweede deel bij. Dus we praten totaal over 200 hectare. Flink. Waarvan 65 hectare industrie. En welk jaar? Nou ja, ik heb daar geen einddatum. Voor ons is het belangrijkste dat we 2018, 1 januari ook kunnen starten. Juist. En als het een succes wordt, dan zal het snel vol zijn. En dit noemen we dus geen industrieterrein? Nee, want het is niet te vergelijken. Dit bestaat nog niet. Zo'n campus, zover wij weten in de wereld, hebben we dit nog niet ergens anders gezien. Dus dat je eigenlijk een soort groot overdekt technische shoppingmall hebt, een winkelcentrum. Zo moet je het meer zien. Overdekt, alles bij elkaar. Dus allemaal fabrieken. Ja, die allemaal met elkaar samenwerken, waarbij de logistiek met elkaar verbonden is en eigenlijk één groot systeem vormen. Ja, oké. Dankjewel, Edward. Ik ben benieuwd. Ja, ik ook. Een boerderij met een open keuken. Zo kan kaasmakerij en melkveebedrijf De Ruurhoeve het best worden omschreven. De jongste generatie van dit familiebedrijf heeft de overstap gemaakt van klassiek boerenbedrijf naar hippe recreatiefarm. Blijven worden, dan is het wel van kaas. En deze kaas die wordt ook gemaakt van de melk van eigen koeien. Dat doen ze hier op de Ruurhoeve. En wat ook wel bijzonder is, dat het vroeger eigenlijk aan de ene kant van de familie een melkveehouderij was en aan de andere kant een kaasmakerij. En die krachten die hebben ze dus eigenlijk gebundeld. Dat zijn foto's van waar het eigenlijk allemaal begon. Dat is bij schoonouders, bij Lies, thuis op Brehees, is de Ruurhoeve ontstaan. En Hogeloon, mijn ouders, hebben deze boerderij
64 jaar geleden gebouwd. Hier het gezin Ansems bij elkaar. Vader Walter en moeder Lies gaven het stokje over aan zoon Corné en dochter Erika. En dan is er ook nog dochter Marieke. Zij heeft weer een kaaswinkel in Bladel, waar ze de kaas van de Ruurhoeven verkoopt. We hebben wel de vrijheid gekregen om een eigen richting te kiezen in ons leven. Dus ja. Niet dat het opgelegd is. Ja. Eerst even de melk testen of hij mooi gestremd is. Is dit zo goed zo? Dat is een mooi sneetje zo en dan kan je hem heel lichtjes testen of het een mooie gladde breuk is. Nou, dit is wel een goede breuk toch? Ja, hartstikke goed. Hier kunnen we mee aan de gang. Dus nu gaan we hem aanzetten. Mm-hmm. Nou, het begint heel rustig mee snijden, want het is nog een hele kwetsbare massa. Het is nog heel zacht. En door het snijden zie je nu al dat je ook vocht krijgt. Ja. Dat is dan de wei, dat is het restproduct. Ja. En de wrongel, dat zijn dadelijk de witte blokjes. Dat wordt uiteindelijk de kaas. Mm-hmm. Dit mengsel van eigen melk, zuursel en stremsel moet nog even doorgeroerd worden. Ondertussen kunnen we een kijkje nemen in de stallen. We hebben hier vroeger altijd 120 koeien gemolken. En we zijn eigenlijk weer teruggegaan. Omdat we zoiets hadden van voor die melkprijs waar we hem voor moesten maken, heeft geen zin. We gaan gewoon maken wat we nodig hebben voor de kaasproductie. En nu zijn we toch wel weer op zoek naar meer melk om weer meer melk af te kunnen zetten. Omdat er gewoon heel veel vraag is naar streepvrucht. Hier staat de opvolging volgens mij, of niet? Ja, als ze willen, mogen ze. Jongens, zie je dat zitten? Ja? Ja? Dat weet je nu al? Ja. Naast de kaasmakerij en de melkveehouderij is er een boerderijwinkel. En worden er regelmatig rondleidingen en workshops gegeven. Nou, het keren van de kaas is heel belangrijk, vooral bij een jonge kaas. Er komt nog steeds vocht uit. En door het keren kan een kaas mooi drogen en blijft ook mooi van vorm. Ja, deze is van 2013. Oh. Dus dat is al een mooie, wow. Flink gerijpte kaas. We zullen hem eens proeven. Mm. Lekker. Ja. Kaasje met een karakter. Kaas met karakter. Ja, dat is een mooi woord. Bijna 90% van je mobiele telefoon of elektrische tandenborstel kan worden gerecycled. Ja, kan. Want helaas, het gebeurt lang niet altijd. Wat moet er gebeuren om ervoor te zorgen dat wel bijna alles hergebruikt wordt? Dirk Huiskes, je bent directeur van Huiskes Metaal uit Tilburg en Waalwijk. Ja. Misschien binnenkort wel in Eindhoven, straks op die Brainport Industries Campus. Klinkt zeer interessant. Zou je bij kunnen passen, inderdaad. Mm-hmm. Jullie zijn eigenlijk een recyclebedrijf. Ja. Vertel nou eens even, een mobiel of een elektrische tandenborstel die bij jullie binnenkomt, wat gebeurt daar nou mee? Nou, wat wij zien is dat er steeds meer producten komen waar een batterij in zit. Mm-hmm. Of een printplaat, alles wordt elektronisch tegenwoordig. Ja. En dat is bij ons eigenlijk ook de eerste stap, die batterij moet eruit. We hebben erg veel brandgevaar daardoor. En daardoor moeten we hem in onze termen depollueren. Dus alle pollution moet eruit. Ja. En daarna is hij dus vrij van die schadelijke stoffen. Het grootste afval eigenlijk is ook de batterij. Dat is het meest lastig, hè? Ja, dat is de moeilijkste stap in ons proces. Ja, en daarna wordt hij eigenlijk vermalen tot een product, mm-hmm. zoals je op de film ziet. Ja. Ik heb het hier meegenomen. Het zit alles door elkaar. Het heeft plastic, het heeft metaal. Wat wij uiteindelijk weer verder gaan uitsorteren. En dan heb je eerst de grote brokken en dan wordt het steeds kleiner? Ja, dus de eerste stap is gewoon heel simpel met een magneet het ijzer ervan af. Mm-hmm. En daarna, eigenlijk heel simpel gezegd, gaat het in een bad met water. Alle plastics die blijven drijven, de metalen zinken en dan krijg je een eerste scheiding van de plastics en de metalen. Juist. Ja, die we daarna weer op gaan werken in de verschillende types. Het is sowieso goed. Recycling is hot. Van de week zijn er ook talloze persberichten over verschenen. Er zijn wel wat dingen waar jullie tegenaan lopen. Ik heb hier bijvoorbeeld 2. Europa zonder grenzen, nou niet voor afval. Het is nogal lastig, zeg maar, hè, om daar iets mee te kunnen. Het is zeer lastig, ja. Ja, maar in onze sector zie je toch wel veel partijen, elektronica vooral, naar derde wereldlanden verdwijnen. Mm-hmm. Die daar op een echt slechte manier verwerkt worden. Want daar wordt helemaal niks mee gedaan. Nee, het wordt natuurlijk wel hergebruikt. Maar ooit zit er een einde aan die levensduur. Ja. En eigenlijk er zijn partijen die dan na die levensduur de materialen weer terughalen. Maar het meeste blijft daar en dat is toch wel erg slecht voor het milieu. Ja, de EU wil natuurlijk ook graag meer recycling. Maar het is wel lastig. Je zit in een hele lastige tak. Want dat brandgevaar, dat noemde je net ook al. 44 afvalbranden zijn er afgelopen jaar geweest. Waarvan jullie er ook gehad hebben in Tilburg en in Waalwijk. Ja.
Wat moet daar nou gebeuren? Er is iets met die batterij in de hand. Iedereen weet dat die gevaarlijk is. Maar... Samsung weten we allemaal hoe gevaarlijk. Nou, ja, precies. Ja, Samsung gaat bijna Note op de fles. Een, ik zei de Galaxy Note. Is een groot voorbeeld. Ja. Ja, nou, bij ons is het eigenlijk het moeilijkste om die batterij te herkennen. Want het komt in zulke grote bulkhoeveelheden binnen. Mm-hmm. Dat wij die batterij voor het schredderen nog wel redelijk kunnen herkennen. Maar na het schredderen eigenlijk niet meer. Nee. En daardoor krijg je die branden. Dus het zou eigenlijk... Want dan is die nog steeds gevaarlijk. Als het dit ja, dat zou is... gevaarlijk kunnen zijn. Ja. Ja. Dus okay. wat wij hopen is dat, de producenten van de batterijen en van de elektrische apparatuur... dat die die batterijen meer herkenbaar maken. Mm. En dat kan heel simpel door bijvoorbeeld alle batterijen het, oranje te maken. Oh, zo. De gevaarlijke beelden van, ja, van jullie panden. De beelden daarvan, ja. Ja. Ja, dit wil je niet. Maar we moeten gewoon een kleur krijgen. Er moet ook iets mee gedaan worden. Ja, dat is qua een hele simpele oplossing. Ja. Maar sowieso, er kan dus meer gerecycled worden. Avans Hogeschool in Breda, die doet er ook onderzoek naar hoe dat beter gerecycled kan worden. Onder andere met het bedrijfsleven en met jullie dus. En met onderwijsinstellingen. Mm-hmm. Een belangrijk punt wat er in ieder geval uitkwam, want het onderzoek is nog niet gepubliceerd, komt eraan, is dat het eigenlijk bij het ontwerp dus al fout gaat. Gaat het dan puur en alleen om die batterij of zijn er nog andere dingen? Die batterij is eigenlijk het belangrijkste. Dat is eigenlijk het grootste probleem waar we nu tegenaan lopen. Mm-hmm. En wij zijn erg blij met het initiatief van de overheid en onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven dat hier een keer onderzoek naar gedaan Maar een Apple of een Samsung heeft er dus geen boodschap aan, om het zo te zeggen. Die hebben druk met andere dingen. Inderdaad. Maar je moet ergens beginnen en wij hopen dat dit een goede eerste stap is. Want wat denk jij, is er veel geld te verdienen voor onder andere Brabant in deze recyclingsector? Nou, er zijn wel grotere bedrijven, vooral in Brabant, actief op de recycling. Mm-hmm. Ja, wij zijn een van de drie in Brabant die daar erg mee bezig zijn. Maar is dan de grap zeg maar dat jullie je ontzettend specialiseren, dus niet alles willen doen, maar een keuze maken? Ja. Ja, wij zijn eigenlijk altijd een metaalrecyclingbedrijf geweest. Dus de grote bergen ijzer en koper zoals je ze vaak ziet. En wij hebben ons gespecialiseerd inmiddels op alleen maar elektronica. Okay. Dan zou je ook straks die poeder weer zodanig kunnen gebruiken dat je er ook 3D metaal mee kunt printen? Ik denk het wel. Ja, we zijn... Dan is de cirkel rond. Ja. Dat is nog een mooie plek om op de canvas te komen zitten. Ja, om uiteindelijk helemaal circulair te worden? Of zeggen jullie 1 of 2 keer hergebruiken vinden we ook al goed? Nou, het doel is natuurlijk compleet circulair. Maar we zijn met het project bezig, inderdaad met 3D-printing. Met metalen is het nog lastig, maar wel haalbaar, denken we. Mm-hmm. Maar met plastic zijn we een heel eind. Okay. En hebben we ook een project lopen dat we van het plastic wat uit de elektronica komt... weer een filament kunnen maken voor een 3D-printer. Jongens, en dan heb je het cirkeltje helemaal rond. Dat zou mooi zijn, maar er is nog wel een wereld te winnen. En de overheid mag daar best eventjes een duitje in het zakje doen. Met een wit, oranje batterij verplicht. Okay. Goede eerste stap. Hebben de oplossing gemaakt hier. Ja, ben je nou benieuwd naar het onderzoek van Avans en het bedrijfsleven? Kijk dan even op omroepbrabant.nl/boomingbrabant en dan vind je de links naar het onderzoek. Ja, start-up dan. Veel Brabantser dan een rijpopuliere kan het eigenlijk bijna niet. Maar we lopen natuurlijk niet meer op klompen en daardoor is er ook geen vraag meer naar dat hout. Dus zeggen ze bij Peppelhout, tijd om de vraag zelf te creëren. Peppelhout is een Brabants bedrijf dat producten van populiere hout maakt. Vroeger, en dan heb ik het vooral over de 18e en 19e eeuw, kwamen er in Brabant vooral ook, andere delen van Nederland ook wel, maar heel veel populieren voor. En die werden vooral gebruikt vanwege de eigenschappen van het hout om klompen van te maken en lucifers. En wat je ziet is dat die in de halverwege vorige eeuw zijn weggevallen. Dat daarmee eigenlijk ook de populier een beetje uit de gratie is geraakt. En dat je daarmee ook dus ziet dat er steeds minder populieren worden aangeplant. Terwijl die boom, ik bedoel, hij groeit in 30 jaar tijd. We importeren op dit moment 90% van ons hout. Ja, naar onze mening is die populier veel te veel onderschat en kun je er heel veel mee. En dat is wat wij proberen uit te dragen. Populier hout leent zich voor een heleboel verschillende toepassingen, wat mensen eigenlijk vergeten zijn. En we zijn nu begonnen met het maken van verschillende producten. En eigenlijk is niks te gek. We zijn hier bij Van Aarle Houtbedrijf in Bokstol, een van onze ketenpartners. Met wie we deze populiere houten planken schaven, waardoor ze glad worden. Ze zijn ook wat donkerder van kleur, omdat deze verhit zijn.
Dus die zijn bewerkt om ook voor buiten toepassingen gebruikt te kunnen worden. Dus voor schuttingen, gevelbekleding, dat soort toepassingen kun je populier hout dus ook gebruiken. Peppelhout is een coöperatie van populiere eigenaren, dus de eigenaren delen mee in de winst. Als jij meedoet als eigenaar, dan word je ook verplicht om weer een nieuwe boom terug te planten. En dat we op die manier dus eigenlijk onafhankelijk van overheden en subsidies in staat zijn om zelf, dus wij als consumenten, zelf dat populiere landschap in stand te houden door hele mooie producten te verkopen van populiere hout. En wat ook wel nieuw is, is dat het een andere ketenfilosofie is. Wat we doen is echt van begin tot eind houden wij dat hout in eigendom en in eigen beheer. En dat is ook wel een andere samenwerking met de keten. Dus met gooiers, met zagers, met houtbewerkers. Maar wat we wel merken is dat die partijen ook op zoek zijn naar nieuwe verdienmodellen en nieuwe initiatieven die inspelen op die circulaire economie. Dus ja, wat dat betreft ontmoeten we ook wel veel enthousiasme. Bij Peppelhout gaat het dus niet alleen maar om het maken van winst. Het gaat om op meerdere manieren waarde creëren. En het behoud van het landschap is er eentje van. En biodiversiteit is er ook eentje van. Dus ja, dat is wel het fijne aan Peppelhout. Dat je dus op een heleboel verschillende manieren aan het ondernemen bent. Ja, dan is het nu tijd voor de booming agenda. In China is het dit weekend Chinees Nieuwjaar. Veel bedrijven vieren het op de eerstvolgende werkdag en dat is maandag. In dit jaar van de Haan krijgen volgens de Chinese astrologie uitgeverijen en meubelzaken het moeilijk. Maar er is wel volop groei voor toerisme, transport en horeca. 31 januari is op de Hightech Campus de officiële opening van het Europese hoofdkantoor van het Japanse Shimano. Shimano maakt onderdelen voor de fiets-, roei- en hengelsport. Nu al werken er bijna 200 mensen in het nieuwe kantoor en dat kan groeien tot 300. Alle reden voor een feestje dus. Op 1 februari presenteert NXP Eindhoven haar jaarcijfers. De chipfabrikant maakte in oktober bekend dat het Amerikaanse Qualcomm 43 miljard euro over heeft voor het voormalige Philips bedrijf. Eind dit jaar zal het pas afgerond zijn, maar wellicht krijgen we 1 februari een tussenstand. In Helmond viert Flisco haar 170-jarig bestaan met een kleurrijke tentoonstelling. Je ziet hoe de luxe stoffen voor de Afrikaanse markt worden ontworpen, gemaakt en verwerkt. En hoe ze terugkomen in mode en kunst. Te bezoeken in het gemeentemuseum van Helmond op iedere dag behalve maandag. Heb je een tip die in onze agenda past? Open je een bedrijf? Is er een jubileum, een netwerkbijeenkomst of open dag met een economisch tintje? Mail ons dan. boomingbrabant@omroepbrabant.nl. Ja, staat er ook iets bijzonders op jullie agenda? Dirk, je hebt een Chinees linkje, dus je kunt wel met het nieuwjaar. Ja, ik ben getrouwd met een Chinese vrouw. Dus ik zie net in de agenda dat het Chinees nieuwjaar is. Dus ik denk dat ik naar Den Haag ga. Dus grote Chinese gemeenschap daar. Ja, zo is het. Ja. Even de koekeloeren. Ja. Edward. Nou, er staat heel veel op de agenda, maar het belangrijkste is nu ook meer partijen te vinden die op de campus komen. Dus ja, ik denk dat wij binnenkort even moeten afspreken hoe we dit gaan gebruiken om 3D te gaan printen. Dat lijkt me mooi. Ja. Wordt weer mooi genetwerkt hier bij Booming. En Esther? Ja, dit is natuurlijk allemaal hele hoge technologie, maar ik heb morgen een dag over de afsluiting van de e-health week. Okay. De hele week zijn in het hele land allemaal initiatieven geweest over e-health. Ik ben de dagvoorzitter. Ja, en dan gaat het soms gewoon ook over waarom kan je niet gewoon even e-mailen met je huisarts. Ja. En die bloedwaarde kan je thuis meten en dan geef je ze door en dan zegt de dokter wel of je langs moet komen of niet. Heel simpel nog, hebben we helemaal geen ingewikkelde innovatie meer voor nodig, maar gebeurt nog veel te weinig. Ik doe het trouwens al wel hoor, e-mailen met mijn dokter. Het kan al kan wel. Gewoon. En het is aan het groeien. Zo is het. Nou, volgende week gaat Booming Brabant de grens over met Hurks prefab beton uit Veldhoven. Want zij bouwen in Londen zo slim en zo snel dat ze wereldwijd in de picture staan met hun innovatieve bouwmethodes. Ja, voor nu bedankt voor het kijken en heel graag tot volgende week. Dankjewel. Ja.